Vandaag, en ik heb hier ontzettend veel zin in, mijn variatie op de loaded fries of de poutine of de friet stoofvlees. En dat doe ik allemaal met short ribs, de houtskool barbecue van Napoleon. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Geweldig receptje vandaag. Ik heb hier echt veel zin in. Maar ik wil je ook eventjes kennis laten maken met de gloednieuwe Napoleon. De nieuwe 57 centimeter, de premium 57 centimeter. Nogal wat vernieuwd. Je hebt me heel vaak zien werken op dit kanaal met eigenlijk, noem het oude zusje van de deze. Toch wel wat veranderingen. Wat ik zelf heel erg gaaf vind, is dat net als bij de Pro, dat de zuurstofregeling van het deksel in het midden zit. Dus geen geouwehoer meer. Dat je dus aan één kant af en toe je kooltjes moet verleggen of je deksel moet draaien. Hè, dus dat is super fijn. Ik zie dat het rooster niet meer vergroomd vernikkeld is, maar helemaal RVS. Dus dat is tof. En hier, er is ook een verandering hier. Die kolenrooster. Daar zit een soort van driehoekje in. Een soort driehoekige trechter. Dat noemen ze de Vortex. De Vortex systeem. Nou ja, ik zie dat de onderkant is ook wat anders hier. Dus de regeling, de asbak. En op het moment dat je dus je toevoer wil regelen, gaat die hele asbakje naar boven. Die dekt als het ware, die sluit hem af. Ja, dus ik ben er wel blij mee. Ik heb er ontzettend veel zin in. Nieuw barbecue'tje. In dit receptje wil ik gaan werken met short ribs. En dat duurt lang. Short ribs duurt lang. Dus ik moet kolen gebruiken die erg lang meegaan op een constante temperatuur. Je zou briketten kunnen kiezen, die zijn daar een beetje op gemaakt. Maar zoals je misschien van mij weet, ik hou niet zo van briketten. Ik vind dat, ja, andere mensen hebben dat met een gasbarbecue. Die vinden gasbarbecue niks met barbecue te maken hebben. Dat heb ik een beetje met briketten. Maar goed, persoonlijk hè, kan. Ik gebruik in ieder geval, in dit geval, bewust de Quebracho. Een van de hardste houtsoorten ter wereld. Grote stukken. Zeg maar gerust. Hele grote stukken. En het feit dat het zo'n grote stukken zijn, wil dus zeggen dat we dus een lage temperatuur kunnen handhaven. Want hij gloeit dadelijk maar aan één kant van die grote blokken. Maar wel heel erg lang. Dus bewust gekozen. Ik ga natuurlijk wel mijn kolen indelen aan één kant. Zodat ik altijd nog, wat ik ook wil doen, verschillende hittezones kan creëren. Zo. Oh, trouwens, nog een leuk detail aan de nieuwe barbecue. Als je nou gebruik maakt van een kernthermometer met een snoertje. Thermometer door, snoertje erheen. En als je hem niet gebruikt, kan hij gewoon dicht. Genoeg over mijn nieuwe barbecue. Let's talk receptje. Ik ben zelf enorme liefhebber van friet haché, friet stoofvlees, friet zoervlees. Als Brabo, ja, dan at je dat bijna elke week. Kei lekker dus. In Amerika noemen ze het vaak loaded fries. Dat is natuurlijk gewoon gejat van onze friet stoofvlees. Hè, weten we allemaal. En in Canada, daar heb je poutine. Ik heb heel veel in Canada gewerkt en in Amerika. En poutine, dat is dan weer zeg maar een soort stoofvlees, maar dan met stukjes kaas. En die stukjes kaas, dat noemen ze cheese curds. Die zijn hier bijna niet te krijgen of helemaal niet te krijgen. Als je weet trouwens waar je die wel kan krijgen, laat het mij alsjeblieft weten hieronder. Want ik ben er echt al keilang naar op zoek. Ik ga werken met mozzarella. Ik ga het een beetje mooi overheen smelten. Nou gaan we zelfs de friet gaan we ook weer op de barbecue maken. Dat heb ik al heel vaak gedaan op dit kanaal. Deze gaan we dus ook weer maken, dus de friet komt lekker van het spit. Nou ja, over het spit gesproken, is ook nieuw. Even pakken. Kijk, spitring. Helemaal RVS. Geweldig hè? Nou, het leuke hiervan is, hier leg je dus je spit, of hang je je spit in, voor op je barbecue. En het is tevens een soort van pizzaoventje. Zie je dat? Haha, nu hoor ik jou denken, past dat ook op mijn Webertje? Jazeker, dat past eigenlijk op elke 57 centimeter, volgens mij. Dus ideaal, toch? Ideaal. Kijk, dit komt er straks zo op. Daar bovenop. Short ribs, altijd goed.
Natuurlijk gebruik ik short ribs van de Black Angus. En zoals ik al, nou ja, volgens mij al ruim een jaar koop ik mijn vlees bij The Meat Lovers online. Short ribs zijn er in allerlei vormen en diktes. Sommige hebben echt heel erg veel vet. Maar het zijn drie botten. Nou, hoe wil ik die kruiden? Heel eenvoudig. Peper, zout en knoflookpoeder. Ik ga er zo meteen namelijk ook een heerlijke barbecue saus bij maken. En die barbecue saus die wil ik een klein beetje, ja, toch een beetje als barbecue saus. Met andere woorden, een ketchup basis hebben. Maar ook een beetje naar ons stoofvlees toe trekken. Dus denk aan kruidnagel, laurier, dat soort dingen. Die smaken wil ik dadelijk terugbrengen in onze saus. Nou, je ziet dat de kooltjes mooi lichtjes gloeien. En nu zie je meteen wat ik bedoel met eigenlijk het voordeel van de grote kolen. Zie je, hij gloeit hier een beetje, gloeit daar een beetje. Zie je, in plaats van dat die hele kooltjes gaan gloeien. En zo houden wij gewoon een hele mooie lage temperatuur. Gewoon lauw warm, roostertje erop. En het is ook belangrijk van deze kolen dat je ze op tijd moet knijpen. Dus je moet op tijd je zuurstof weghalen. Want als ze eenmaal gaan, dan gaan ze ook. Komt ook omdat ze heel erg weinig as produceren. Dus dan blijven ze gewoon heel erg lang heet. Nou, om ons vlees niet uit te laten drogen en al die tijd dat die moet garen, is het fijn, makkelijk, praktisch, slim om er een klein beetje water bij in te doen in een schaaltje. Een klein beetje stoom creëren. Nou, dan gaan er nog wat houtsnippers op. Short ribs erboven, dus het indirecte deel. Dus dit is mijn directe deel, hè? Boven de kolen, indirecte deel. Dekseltje erop. We gaan meteen knijpen. Dus we gaan meteen hier beneden halen we heel veel zuurstof weg. Dus ik zet hem even op, laten we zeggen, 1/3 open. En deze begin ik ook eventjes op 1/3 open. Alles tussen de 100 en de 150 is prima op dit moment. Het is natuurlijk zo, hoe lager, hoe mooier. Maar ook hoe lager, hoe langer het duurt. Hè? Dus we geven dit gewoon eventjes een poosje. Sowieso, 20 minuten rook heeft hij sowieso wel nodig, vind ik. Dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Let's talk barbecue sauce. Yeah, daarvoor hebben we nodig. Ik hoor het je denken, een Scotsberg panneke, Ralf. Precies. Nou heb ik hier een prachtig mooi zijbrandertje. Het is niet zomaar een zijbrandertje, dat is ook nog eens een keer een sizzle zone. Alright, een beetje hitte erop. Pak ik snel eventjes een sialotje. Een mooi klein sialotje. Klein sjalotje fijn snipperen. Dat is janken. Goed. Mijn panneke eventjes zacht zetten. Want zo'n sizzle zone is op zijn zachtst al bijna 600 graden. Sjalotje erbij. Ik moet even wat kneuzen. Ik heb hier als het goed is wat mosterdzaadjes. Ja. En een kneusapparaat. Ik pak even mijn kneusapparaat erbij. Zo, ik heb hier een half theelepeltje mosterdpoeder. Zo, als het uitje een beetje glazig begint te worden, dan gaat daar wat kalfsvond bij. Nou hoor ik jou denken, als ik geen kalfsvond heb, kan ik dan ook een bouillonblokje gebruiken? Ja, natuurlijk. Dat kan gewoon. Maar kalfsvond is mooier. Want die kalfsvond, die wil ik nou lekker in gaan koken. Dan wordt die nog wat mooier van smaak. Want ik doe er zelfs nu nog een klein beetje bouillon bij. Runderbouillon. Want ik vind dat lekker. Dat is mooi gekruid, dat is zout. Dus er gaat gewoon een half bouillokje blij. Bouillokje blij. Geweldig. Mooi voor een groot deel ingekookt. Nou gaan we hem lager zetten. En dan gaat er ketchup bij. Dan heb ik hier ketjap. 2 eetlepels. Hoesesaus. Hoppa, een paar druppels. En een beetje kruidnagelpoeder. Pleur er nog een laurierblaadje bij.
Oh, niet te vergeten ons half theelepeltje mosterdpoeder erbij te doen. En een barbecue saus zou geen barbecue saus zijn als het niet stijf stond van de suiker. Goed doorroeren. En dan vanaf dit moment zachtjes laten koken. Oh, is echt lekker. Pannenke kan uit. Laat maar lekker afkoelen. Ik leg er vast een kwastje naast. Inmiddels zijn we een uurtje verder. 125 graden. Super strak dus. Kijk, hij begint al een beetje te glanzen. 5 hours later. En ik heb hem nu al een aantal keren afgelakt. We gaan eens even checken wat de kerntemperatuur is van ons vlees. Die willen we gewoon nou, vanaf 92, 92, 93, 94, 96 is allemaal goed. 92 graden. Ik vind het mooi. Dus wat mij betreft mag hij eraf. Kijk nou eens, hij is echt helemaal naar boven gekomen. Hij is helemaal gekrompen. Dat hoort zo. Nou, het ruikt een partij lekker. Hij ruikt een partij lekker. Niet normaal. Zo, ik haal mijn rooster er even af. Zo, dit bakje water, nou, er is weinig meer van over. Heeft ook zijn werk gedaan. Zo, weet je, ik laat even het deksel mooi openstaan. Want nu ga ik verder met het maken van de frieten. En deze, ik heb ze gewoon uit de supermarkt gekocht. Dit zijn ovenfrieten of airfryer frieten. En die hebben toch een hoge temperatuur nodig. Dus ik moet nou eventjes gloed hebben. En als ik het deksel open laat staan, dan zie je dus, er komt zuurstof bij. En dan worden ze heter en heter en heter en heter. En dat zie je nou gebeuren. Je ziet nou de vlammen ontstaan. Terwijl mijn kooltjes lekker aan het loeien zijn. Hup. Mooi hè, ik zou zelfs mijn rooster nog op kunnen leggen. Maar dat heb ik niet nodig, omdat mijn frietjes in het frietmandje gaan. Het grillmandje. Kijk, speetje. Dit gaat hier doorheen. Kijk, het frietmandje. Ja, het is, ik heb het vaker gedaan. Voor de mensen die hier nieuw zijn, ja, die zien dit nu voor de eerste keer. Dit is een grillmandje. Lekker voor garnaaltjes, chicken wings, kleingesneden groentjes, champignonnetjes, dat soort dingen. Maar frieten gaan fantastisch. Echt geweldig. Dus mensen, welkom. Hè? Duimpje als je het leuk vindt, abonneren, al die dingen, kost helemaal niks. Maar daardoor steun je dit kanaal, hè? Zo is het gewoon. Want de video's worden simpelweg vaker gedeeld door het algoritme van YouTube. En dan zit ik dit niet helemaal voor je een lul te doen. Dat is het gewoon, hè. En je kunt zelfs vriend worden van het kanaal. Dat is weer iets anders. Dat is helemaal te gek. Ik zet hier wel even een linkje neer. Dan kun jij kijken hoe dat werkt. Moving on. De frieten. Mordertje gaat zo. En dan gaat mijn frietmandje hier in. Kijk. Yep. Knopje aan. En draaien gaat hij. Fantastisch. Nou, de frieten liggen nou dus indirect. Maar daar ga ik een stokje voor steken. Ik ga ze echt een klein beetje meer direct leggen. Dus die kooltjes gaan er gewoon meer onder. Nou weet ik uit ervaring dat die frieten nog mooier knapperig worden als ik er een bak olie overheen doe. Nu weet ik ook uit ervaring dat als je olie op het vuur gooit, bult ellende. Het geeft in ieder geval mooie beelden. Hup, zelfs wat zout alvast eroverheen. Zo, dan mag het deksel er weer op. Houden we alle warmte mooi binnen in onze barbecue. We zetten hem helemaal open. Goede airflow. Onder helemaal open. We moeten een beetje inschatten wat de temperatuur wordt. Volgens de verpakking in de oven dus 200 graden. Maar een barbecue is geen oven. Helemaal niet qua soort hitte en weerkaatsing en airflow. En het is ook geen airfryer. Maar je begrijpt, een airfryer, dat is warme bewegende lucht. Dus die zal altijd een minder hoge temperatuur hebben. Ik gebruik het ding voor het eerst. Er zit nou zo'n extra ring op, een extra toeter.
Dus ik heb geen idee wat de airflow doet. Het is echt een beetje gokken. Een beetje fingerspitzengevoel. Maar ik schat dat hij tussen de 200 en 220 graden mag hebben. Hij staat nou mooi constant de hele tijd op 205 graden. Ondertussen is mijn short rib een beetje afgekoeld. En dat betekent dat het vlees weer even wat compacter is geworden. Nou. Kijk eens. Dit zijn short ribs, hè. Oh jongens, ik ga er toch eventjes een stukje van proeven. Dit werkt jongens, dit werkt. En nou is het gewoon een kwestie van haché van snijden. Stoofvlees van maken. En je mengt het een beetje door elkaar. Want die buitenkant, die bark, met die barbecue saus. Ja, die heeft natuurlijk de smaak van de barbecue saus. En de rest is gewoon nog mooi de rundvlees smaak. Lichte rooktoets. Dat gaat in een schaaltje. Nu heb ik hier die mozzarella balletjes. Die haal je dus gewoon in de supermarkt. Ik snij ze zo klein. Gewoon in vieren. Alright. Ik gebruik ze niet allemaal. Let's check de frieten voor de laatste keer. Zo, dit zijn mooie knapperige frieten. Pak ik snel een schaaltje erbij. Zo. Motortje uit. Hoppakee, frietjes erbij. Zo. Ja, wat kan ik doen? Zo. Mijn hete, knapperige frieten. While it's hot. Gaan die mozzarella stukjes erin. Zo. Frietstoofvlees. Zo, hier is die dan. Frietstoofvlees 2.0. Ja, ik hoor je dat denken, maar dan wel loaded fries 2.0, buddy. Hè? Hier is die dan, van de barbecue. Maken. Een bak mayo. Oh man. Vond jij dit nou een leuke video? Heb je hier wat aan gehad? Overweeg dan eventjes om te abonneren op mijn kanaal. Want ik werk elke week op allerlei soorten barbecues. Op een gasbarbecue, op houtskoolbarbecues, op echt vuur, op pelletgrills, op smokers. Noem maar op. Kost helemaal niks, hè? Dat doe jij door op deze knop te drukken. Zoals bijvoorbeeld de video van vorige week. Ik zet hem hier neer. Of die van een poosje terug, deze. Ook hartstikke leuk. En altijd wel een lekker receptje. En voor meer informatie check even mijn website ralsbarbecue.nl. Ik zou zeggen, kom erbij, join the club. Goeie dingen!